Inheemse in Suriname zullen niet meer zwijgen als het gaat om uitgifte van gronden in hun leef- en woongebieden. Zo klonk de krachtige statement van de voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, Muriel Fernandes, vandaag bij de opening van het Nationaal Inheems Congres. Het Nationaal Inheems Congres, georganiseerd door Stichting Mulokot in samenwerking met FITS en het Inheems Collectief Suriname, bracht afgevaardigden van het inheems volk in Suriname samen met het mandaat zich te buigen over inheemse kwesties met betrekking tot de rechten van de inheemse volken in Suriname, economische en sociale ontwikkeling, cultuur, milieu, onderwijs, gezondheid en andere mensenrechten. FITS-voorzitter Fernandes zegt dat dialoog met de autoriteiten tot nu toe niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd. Dit is de initiatief voor Mulokot. En dit is nou een sani, ze altijd FITS bedoel, we doen voor samen, voor abba eenheid, voor kan trekken op te ego om ingi, naar de buskondre tori. We stellen op prijs en dat die de Udeja. Le falsa bir furu grong e hifo uit ete. In de inheemse gebieden. Om mensen uitdaging en commit uno. En moro erg die uno lek ingisma. Maar dat no mag skrek uno. Mi denk dat ik nanga a congres die de. Da usako nanga. Want tranga statement, nanga ala de organisaties, den dorpshoofden, den bachas, met gralantiere, of de wan die aba verantwoord voor den grond, met de sabi vanaf tide, dat unego tans domoro, maar dat doyere ons teno. Het specifiek doel van het congres is om gezamenlijk de structurele uitdagingen en kansen te identificeren en concrete voorstellen te formuleren voor concrete beleidsmaatregelen en acties die de hoogste prioriteit hebben voor het waarborgen van de mensenrechten van inheemse volken. Minister Ines Pané van Sociale Zaken en Volkshuisvesting benadrukt dat de rechten van de inheemse en tribale volken mensenrechten zijn en dienen op basis van een internationaal uitgesproken vonnis wettelijk erkend te worden. Zoals u bekend is dat traject reeds ingezet en ligt in behandeling bij de Nationale Assemblée. Voorts moet ik stellen dat de wettelijke erkenning rechtszekerheid biedt voor het inheems en tribaal volk. Maar daarnaast ook rechtsbescherming tegen gronduitgifte en ongecontroleerde houtkap binnen onze traditionele woon- en leefgebieden. De wettelijke erkenning zal een significante sociale en economische ontwikkeling teweeg brengen voor het inheems en tribaal volk. Zie daar de belangrijkheid. Het congres is een platform dat de participanten de gelegenheid biedt om het bewustzijn van inheemse volken en alle Surinamers te vergroten over de rechten en ontwikkeling van inheemse volken. De voorzitter van Stichting Mulokot, Jupta Ituwaki, zegt dat het niet puur gaat om inheemse problematiek. Het gaat om rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, wegwerken van discriminatie en marginalisatie. Het gaat om respect. Respect voor de oorspronkelijke bewoners en volken van dit mooie land, Suriname. We hebben andere bevolkingsgroepen verwelkomd, maar wat is het resultaat? Dat we overheerst worden en nog steeds overheerst worden. Eerst door de kolonisatoren en nu door de mensen die we met open armen verwelkomd hebben in ons geliefd land Suriname. In alle onschuld en naïviteit hebben onze voorouders gedacht dat andere mensen als wij zelf waren, dus hoe we vreedzaam zijn. Waar zijn we nu? Tangi fubung na koja.
We moeten de Surinaamse gemeenschap vragen en oproepen om met respect voor de oorspronkelijke volken van dit land terug te keren. De eisen van de regeerders dat we niet zo verder kunnen gaan. Itoaki zei dat de inheemsen nu maar 4% uitmaken van de Surinaamse bevolking. Het Nationaal Inheems Congres is georganiseerd ter herdenking van de Nationale en Internationale Dag der Inheemse Volken.